Tijd voor de scherpe geest. Een truc waarbij je met je gedachten alleen al een banaan in stukjes kunt snijden. Wat je nodig hebt is een tros bananen, een klosje garen en een naald. Je doet de naald erin. En die laat je een 3 à 4 centimeter laat je die weer eruit komen. En voor de tweede ga je eerst met de naald in het gaatje waar de naald zojuist naar buiten is gekomen. En dan neem je de volgende, weer een centimeter of 3, 4. Bij de laatste keer moet ik bij deze erin. Maar hij moet eruit komen waar hij de eerste keer erin ging. Dus daar moet je een beetje richten. Nu ben ik met naald en draad helemaal rondom de banaan gegaan. Ik pak nu de twee eindjes vast. En ik hoef alleen maar hier aan te trekken. En nu heb ik de banaan in zijn schil rondom gesneden. Als ik nu deze banaan open maak, dan zien we vanzelf dat daar waar ik net met de naald doorheen ben gegaan, daar is de banaan perfect afgesneden. Succes met oefenen.